Opnieuw gooit de harde wind roet in het eten. Uit veiligheidsoverwegingen gingen verschillende evenementen en festivals in Gelderland niet door. Ja, vind ik heel erg, meneer. We hebben 200 kilometer gereden om naar hier te komen, om het voor één keer eens mee te maken. Dag dames en heren, welke Gelderse gemeenten gaan zich aanmelden voor de landelijke wietproef? Na Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Harderwijk heeft ook Tiel belangstelling. En witte zandstroken in de Achterhoek moeten aanrijdingen met wild terugdringen. Waar vinden de meeste aanrijdingen plaats? En die trajecten hebben we gekozen om de proef te doen. Echte storm die bleef uit, maar toch hebben veel festivals en evenementen maatregelen genomen vanwege de harde wind. Sommige gingen helemaal niet door, zoals bijvoorbeeld de populaire Hanzefeesten in Doesburg. De organisatie besloot na overleg met de brandweer op het allerlaatste moment om de stekker uit het evenement te trekken. De Hanzefeesten gaan vandaag niet door vanwege de wind. We hebben 200 kilometer gereden om voor één keer eens mee te maken. Komen wij hier aan, zeggen ze tegen ons, ja sorry, te veel wind is afgelast. Uiteraard zijn wij teleurgesteld. Hè? Niet alleen de bezoekers van de Hanzefeesten zijn teleurgesteld, ook de ondernemers zien hun extra omzet wegvallen. Nou, doen ze misschien dinsdag een aanbieding gewoon, voor diepvries. De Hanzefeesten gaan vandaag niet door. Doesburg biedt vandaag een treurige aanblik. Maar de organisatie van de feesten zegt geen andere beslissing te hebben kunnen nemen. In samenspraak met de brandweer is het buitenfestijn afgelast. We liepen door de stad heen vanmorgen om 8 uur. En de kramen kwamen omhoog. Daar vloog van alles door de lucht heen. Rondom de kerk moesten de kinderspelen afgelast worden. Ja, dan wordt het wel heel triest. Teleurstelling ook bij de inwoners van het stadje, die normaliter massaal in middeleeuwse kledij meedoen aan het spektakel. Het is jammer, ja. We hadden ons er zo op verheugd, maar helaas, ja, de weergoden spelen ons parten. We hebben Sint Maarten nog aangeroepen, maar hij heeft ons niet geholpen, helaas. Ik wens u een hele goede dag, edele heer. De Hanzefeesten gaan vandaag niet door vanwege de wind. Ja, en ook het Driftfestival in Nijmegen hield op de eerste dag van het festival de deuren gesloten vanwege de windstoten. De schade voor de organisatie loopt in de tonnen. De windmeter maakte overuren bij Driftfestival in Nijmegen. Nou, het zijn vooral hele harde windstoten waarmee wij niet de veiligheid van onze bezoekers konden waarborgen. En dus gaat het feestje vandaag niet door. En werden muzikanten afgebeld en bezoekers op de hoogte gesteld. Ja, het is natuurlijk vreselijk. We werken hier een half jaar aan met een team van mensen die al hun liefde erin steken. Die liefde zullen ze nu allemaal op één dag kwijt moeten. Morgen gaat het evenement namelijk wel door. De 10.000 mensen die voor vandaag een kaartje hadden, kunnen hun geld terugkrijgen of morgen komen. Even verderop is er wel muziek. Het International Music Meeting Festival heeft veel minder last van de harde wind. Bij ons kwam het echt wel binnen als een shock dat Drift niet doorgaat. Dus wij leven ontzettend mee met onze collega's. Ook bij Music Meeting hebben ze uitgebreid gekeken naar de weersontwikkeling. Wij zitten gelukkig iets beschutter dan dat zij zitten. Wij zitten hier tussen in een wijk, tussen de gebouwen, bomen. En dus kan er met een warm kopje koffie de hele dag genoten worden van muziek die de organisatie zelf omschrijft als... Wij programmeren alles waarvan je denkt, hè, wat is dat? Uiterlijk tweede Pinksterdag, maandag dus, moet de gemeente zich kandidaat stellen voor de veelbesproken landelijke wietproef. En met die proef wil het Rijk in maximaal 10 gemeenten legale wietteelt onderzoeken. Verschillende gemeenten in Gelderland zijn geïnteresseerd in die proef. Maar er zijn ook nog veel vragen. Er is in Gelderland veel belangstelling voor een proef met legale wietteelt. Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Harderwijk hebben zich aangemeld en ook Tiel voegt zich in dat rijtje. Ook in onze stad rollen wij nu heel regelmatig hennepplantages op en daar willen we echt vanaf.
Tiel heeft 4 coffeeshops en die willen graag dat de teelt en handel gelegaliseerd wordt. Al was het maar om het criminele imago af te schudden. Het beeld is er wel dat er alleen maar criminelen met deze handel bezig zijn, maar de werkelijkheid is niet zo. Toch staan de coffeeshop-eigenaren niet te springen om aan de proef mee te doen. Ze zijn bang dat de kwaliteit minder wordt en dat de handel zich verplaatst naar de straat en de gemeenten die niet meedoen. In 4 jaar raak jij je leveranciers kwijt, want 4 jaar kreeg je niks meer bij ze kopen. Je raakt misschien je klanten kwijt. Ja, dus als we over 4 jaar zeggen van ja, het werkt niet, we gaan het niet doen, en dan zitten wij met een probleem. Ook Tiel heeft, net als andere gemeenten, nog veel vragen over de uitvoering van de proef. Het is dus maar zeer de vraag of de wiet daar voortaan door de voordeur naar binnen kan. Ik wil een goed onderbouwd verhaal met alle voor's en tegens. Die wil ik voorleggen aan de raad. En dan besluiten we uiteindelijk of we definitief of we ons wel of niet aanmelden. En dan is het natuurlijk vervolgens de vraag of wij ook uitgekozen worden voor het experiment. Misschien heeft u ze wel gezien, de witte zandstroken langs de verschillende provinciale wegen in de Achterhoek. Ze zijn onderdeel van een groot onderzoek om aanrijdingen met wild terug te dringen. Dit is een ree. En je ziet hier teentjes. Dus ja, je ziet dat hij er zo waarschijnlijk deze nacht is ingesprongen. 2 stagiaires van de Wageningen Universiteit komen hier elke week kijken hoeveel en welke sporen er zijn. Aan het begin had ik er eentje. Ja. En hier 2 groepsporen. Deze kant op. En allemaal in stap? Of, De eerste die was in draf. Deze onderzoekslocatie, langs de weg tussen Zutphen en Ruurlo, is niet zomaar gekozen. We hebben gekeken van welke wegen in de Achterhoek, maar ook in de provincie Utrecht, zijn echte hotspots als het gaat om aanrijdingen. Waar vinden de meeste aanrijdingen plaats? En die trajecten hebben we gekozen om de proef te doen. Dat is een galopje, denk ik. Ja. In de eerste 2 jaar wordt een zogeheten nulmeting uitgevoerd. En dat betekent zoveel als we kijken eerst wat nu de huidige situatie is. En uiteindelijk gaan we de maatregel starten. En dan gaan we opnieuw meten en dan kunnen we dat vergelijken. Die maatregelen zijn het afschieten van dieren langs de weg en de plaatsing van een virtueel hekwerk. En allebei de maatregelen moeten we er uiteindelijk voor zorgen dat reeën minder of voorzichtiger de weg oversteken. En dat hopen we dus te meten met die sporenbedden en met de tellingen van dode dieren op de weg. Zo, klaar. Over 4 jaar moeten de resultaten van het onderzoek bekend worden. Straks muziek terwijl je in een ziekenhuisbed ligt. In Nijmegen zijn de bedside buskers een enorm succes. Ik ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Een man in Zuilichem is bekneld geraakt onder een vrachtwagen. Het slachtoffer was in de wijk aan het werk onder zijn wagen toen hij om onduidelijke redenen naar beneden zakte. De brandweer is 1/2 uur bezig geweest om de man te bevrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere auto's bekrast. De wijkagent deed vandaag onderzoek in de buurt. Ik zag het vanmorgen in de buurt-app, daar kijken wij ook in mee, dat er een aantal auto's vernield zijn door te bekrassen. Dus ik ben daar even naar gaan kijken. Ik heb dat ook op Twitter gezet. Van, wie heeft iemand misschien iets gezien? Het gaat om zeker 7 auto's. De wijkagent roept mensen op om aangifte te doen. En ook wordt er gekeken of er bewakingscamera's in de buurt zijn die iets hebben opgenomen. De politie gaat het theater in. Samen met een theatergezelschap uit Vragender hebben ze een voorstelling gemaakt over babbeltrucs. Ze spelen waar gebeurde situaties na. Bijvoorbeeld iemand die zich naar binnen weet te praten met een verhaal over dat hij de meterstand komt opnemen. En ondertussen kijkt hij rond wat hij mee kan nemen. Met de voorstelling wil de politie meer bewustwording creëren, vooral bij ouderen. Gingen vroeger voornamelijk huisvrouwen naar de markt voor de koopjes en de boodschappen. Tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend. De markt die heeft het moeilijk. Er komen steeds minder mensen. En ook de zaterdagmarkt in Tiel die merkt dat. En daar moet verandering in komen, vinden de marktkooplui. Ze gaan nu zelfstandig verder onder de naam De Markt van Morgen. Arbeien met slagroom. Dat is lekker. Arbeien met slagroom. De Tielse Warenmarkt gaat zelfstandig verder, los van de gemeente.
Er moet wat gebeuren, want het bezoek aan de markt is teruggelopen en er blijven steeds minder kramen over. Ja, het is overal iets minder, maar toch de vaste kern blijft wel een beetje komen. Aan de mensen die de kooplui die oude op en er komt weinig voor terug. Dat is jammer. Een marktmanager moet het tij gaan keren. Nieuwe ondernemers aantrekken wordt zijn belangrijkste taak, vindt kaasboer Kees Verduin. De markt wordt toch eerder kleiner dan groter. En, het is juist, ja, de markt is juist het geheel moet het maken. Dus ik denk als er meer kramen staan, dus dat de mensen meer ja, te bieden krijgen, dan krijg je ook weer meer publiek. Om meer publiek te bereiken wordt nagedacht over een nieuwe opzet van de markt. Met de kramen meer verspreid over het centrum. Maar niet iedereen ziet dat zitten. Allemaal op elkaar is beter. Een klein café, zeg ik al, is gezelliger. Als een groot café, als er niemand loopt, toch? Een klein café is al druk. Het parkeerbeleid is volgens Leenaerts echt de sleutel tot succes. Als ze de parkeerplaats veranderen, trekt alles bij. Want het belangrijkste voor de mensen is, rij het liefst binnen uw zaak binnen. Ze willen er kort bij zijn, het mag weinig kosten. Voor de vaste klanten van de markt maakt het niet uit. Die komen sowieso. Ik ga liever naar de markt als dat ik naar de supermarkt ga. Ook al regent de pijpen stelen, ga ik toch naar de markt. 3 dozen voor 5. De lekkerste AB. Zo'n 800 acrobaten van over de hele wereld zijn dit weekend actief in Arnhem. Daar vindt namelijk het Nederlandse Acrobatiek Festival plaats. Het doel is om elkaar te ontmoeten, te trainen en om inspiratie op te doen voor nieuwe kunstjes. Er zijn beginners, maar ook professionals. Voor het eerst sinds 1995 wordt het Nederlandse Acrobatiek Festival weer in Arnhem gehouden. Deelnemers van jong tot oud wisselen vooral hun technieken uit bij de honderden workshops die worden gegeven. Iedereen werkt op zijn eigen niveau, maar je wil natuurlijk een stukje verder komen. En de mogelijkheden zijn legio. Ja, je kunt op je handen staan, maar je kunt ook op je knieën staan. Je kunt ook op iemand zijn hoofd gaan staan. Je kunt ook met je knieën op iemand zijn hoofd gaan staan. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het allemaal proberen. Om al die nieuwe kunstjes te leren, zijn er acrobaten uit verschillende landen naar Arnhem gekomen. Hi, I'm from Slovakia. Chile. What are you doing at the moment? We're just balancing on his feet. Is it difficult? Not really. It's actually pretty easy. Yeah? Why? Well, because he's creating a good base for me, so it's almost like I'm sitting on the floor. And then he's balancing and I just have to sit up and straight and trust him. It's pretty cool because there is a different, there are different levels of new things I can learn, and it's always nice to meet new friends, to learn new things and to just progress. Er komen zoveel mensen uit zoveel verschillende landen. Elk land heeft toch vaak weer zijn eigen manier van trucjes doen of manieren van balanceren. En het is bij uitstek het moment om heel veel nieuwe inspiratie op te doen. Dan kan je weer een jaar verder met hoe doen wij dit eigenlijk. Voor de professionals gaat het om het verbeteren van hun acrobatiek. Voor de kinderen gaat het maar om één ding. Plezier maken. Je kan veel kunstjes doen en je kan gewoon veel spelen. Ik vind dat gewoon leuk. Muziek kan wonderen doen. Zeker bij ziekenhuispatiënten die wel wat afleiding kunnen gebruiken. De organisatie Bedside Buskers zorgt ervoor dat patiënten een privéconcert aan bed kunnen krijgen. En het concept is een succes. De organisatie is al een tijdje actief in Winterswijk en Arnhem en sinds deze week ook in Nijmegen. En daar wordt opgetreden in het CWZ-ziekenhuis. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Wij zingen echt met liefde iets voor iemand die dat zou kunnen gebruiken. En je krijgt direct een glimlach terug. Voor mij ga ik toch zingen. We zorgen wel dat het gepast is. Maar in sommige gevallen is de situatie er ook naar dat we de deur dicht doen van de kamer. En dat we even flink muziek maken met patiënten. En in andere gevallen speel je iets heel troostends of iets koesterends. Ik hou van mij. Ik geloof niet dat wij een medische rol hebben in het ziekenhuis. Ik denk wel dat we een lichtje kunnen schijnen. En ik laat mij nooit meer gaan. Je kunt iets onder woorden brengen of iets herkenbaars brengen voor iemand. Wat een patiënt even helemaal uit de situatie haalt. Mijn leven voor mezelf te geven. Ik vond het heel leuk. Ik heb even ergens anders aan gedacht. Dus dat is de bedoeling. Ja, mooi initiatief. Krijgt u nog het weer en daarvoor gaan we naar Wageningen. Britta van Gent.
Ja, de wind speelde vandaag duidelijk de hoofdrol. Het was echt een beetje een onstuimige dag. Op veel plekken windkracht 5 tot 6 en soms ook echt windstoten tot rond 70 km per uur. Dus een windrijke dag. Dat hadden we allemaal te danken aan een lage drukgebied dat eigenlijk net ten westen van Nederland noordwaarts trok. Dat zien we hier mooi gebeuren, een beetje tussen Nederland en Engeland in. Met name de kustregio's, daar was het echt een beetje stormachtig weer, maar ook wij hebben dat dus in Gelderland wel duidelijk gemerkt. Nou, daarbij ook nog eens flink wat bewolking, af en toe ook regen. Maar in de loop van de middag begon het geheel wel een beetje open te breken. Kwamen er steeds meer gaatjes in het wolkendek. En vanavond en vannacht gaan die opklaringen zich nog wat verder uitbreiden. En dat dan bij temperaturen van zo'n 8, 9 graden vannacht. Ja, morgen hebben we dan toch een hele aardige dag. Een beetje een mix van wolkenvelden, maar zeker ook zonneschijn. Blijft op de meeste plekken gewoon droog. En dat bij ook heel weinig wind nog maar. Vanuit zuid tot zuidwestelijke richtingen. Zwak tot hooguit matig van kracht. Nou, de temperatuur komt ook alweer ietsjes hoger uit dan vandaag. Vandaag haalden we de 20 amper. Morgen zitten we er net iets boven. Zo'n 20 tot maximaal 22 graden in de Achterhoek. De tweede Pinksterdag is het toch wel weer even andere koek. We beginnen denk ik nog wel heel aardig met wat zonneschijn. Maar in de loop van de dag schuift vanuit het zuiden weer bewolking binnen. En uiteindelijk toch weer die regen- en onweersbuien die over de provincie gaan trekken. Daarbij vergelijkbare temperaturen als morgen zo'n 21 graden. Nou, de dagen daarna verandert daarin niet zo heel veel. We blijven rond die 22 graden uitkomen. Maar het wordt in zijn geheel wel iets wat wisselvalliger met op meer plaatsen toch wat regen. En tot zover het Gelders nieuws. Meer in onze app en op onze site. Daar ook meer over de nieuwe trainer van de Graafschap, Mike Snoei. Ik wens u een fijne avond.